In deze aflevering volgen we het proces van de olie. En wat gebeurt er dan? En bekijken we een gigantische olietank van binnen. In mijn rol als Discovery Port Reporter ga ik vandaag Team Terminal bezoeken. En dat is een van de grootste olieopslag- en overslagbedrijven van het Rotterdamse Europoortgebied. Nou, ik heb straks een afspraak met Ed van der Graaf en die kan me alles vertellen over het hele proces. Ik ben razend benieuwd. In drie spannende mini-documentaires nemen we een kijkje bij verschillende elementen van de haven van Rotterdam. We zien hoe olie wordt verwerkt bij Team Terminal, ervaren de bootcamp van de Sea Ranger Service en nemen een kijkje bij het loodswezen. Welkom in de haven van Rotterdam! Hier bij Team Terminal wordt jaarlijks 35 miljoen kubieke meter ruwe olie doorgezet. Dat is een kwart van de totale doorzet in het hele Europoortgebied. Op het terrein gelden strenge regels, zoals verplichte veiligheidskleding. We klimmen een olietanker op en ik vraag het naar de reis van de olie. Waar begint het? Olie wordt natuurlijk ingekocht wereldwijd. Daarna komen ze natuurlijk naar de Rotterdamse haven. Schepen meren hier aan op een van onze stijgers. Vanuit daar worden de schepen gelost in deze tanks waar we nu op staan. Nou, je kunt zien hoe groot deze tanks zijn. De tank is ongeveer 100.000 kub. Daarna gaan we de olie overpompen naar een andere blend tank, zoals wij dat noemen. Maken we daar een mix van. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt in een manifold. Straks gaan we kijken bij het manifold. Maar eerst mag ik een lege tank in. Hey, dus dit waar we nu lopen, dat ligt normaal gesproken helemaal vol met olie. Ja. Alright, dan laten we boven even kijken. Deze tank biedt dus ruimte aan 100.000 kubieke meter olie. Daar kun je wel 2 miljoen keer je auto van tanken. Prachtige echo. Nu weet ik waar de olie binnenkomt en wordt opgeslagen. Ik vraag me af waar dit allemaal wordt aangestuurd. Ik heb een gesprek met Danny in de controlekamer. Wat gebeurt hier allemaal? Vanaf hier controleren we eigenlijk alles wat buiten gebeurt. En besturen jullie het ook vanaf hier? Of? We besturen het ook vanaf hier, dat klopt. En eigenlijk heb je buiten helemaal geen handjes meer nodig dus? Eigenlijk niet, nee. Dan moet het echt fout gaan, dan hebben we nog even een handje nodig, maar in principe niet. Ja, wat machtig. Ja, apart hè? Ja. Danny controleert dus de route van de olie met een paar simpele muisklikken. Terug op het terrein met Ed lopen we langs de leidingen die aangesloten zijn van de ene tank naar de andere tank. En zo dadelijk komen we aan bij het manifold. Dat is deze. En wat gebeurt er dan? Nou, in het manifold daar verpompen wij eigenlijk de olie van tank A naar tank B, waar dan B de mixtank is. Vanuit de totale mixtank verpompen wij dan de olie naar onze afnemers, de raffinaderij in de Benelux. En zij maken daar het eindproduct van, zoals benzine, diesel en kerosine. En dat is eigenlijk precies dezelfde benzine die wij bij het tankstation, tanken om in onze eigen auto te doen. Ja, precies. En dat komt dus eigenlijk hier vandaan. Vandaag bij Team Terminal hebben we kunnen zien hoe ze de olie opslaan en hoe ze dat verder distribueren naar raffinaderijen over de Benelux. Maar wat zo tof is dat die olie afkomstig is uit verschillende plekken over heel de wereld. En dat past perfect bij het thema van dit jaar van de Wereldhavendagen, werelds. En wil je dit nou allemaal met je eigen ogen zien? Boek dan een excursie naar Team Terminal. Volgende week ontdek ik wat er nodig is om een Sea Ranger te worden. En test ik mijn vaardigheden onder water.